In Prinsenhagen bij Breda bevindt zich een moderne aardappeldrogerij waar de zojuist geoogste aardappelen door een droogproces geconserveerd worden. Ze worden eerst machinaal gewassen. Vervolgens in schijfjes gesneden. En tenslotte voorgekookt. Na afgekoeld te zijn komen de schijfjes in de droogmachine, waarin ze gedurende ongeveer 2,5 uur blijven bij een temperatuur van 70 graden. Na het drogen worden op lopende banden kleine onreinheden verwijderd en zijn de gedroogde aardappelen gereed voor de consumptie. De bereidingswijze is heel eenvoudig. Na 2 uren weken worden ze precies zo gekookt als gewone aardappelen. Alleen men gebruikt het weekwater ook voor het koken, opdat niets van de waardevolle bestanddelen verloren gaat.